Ik wil gewoon laten zien wat je met restmateriaal kan doen, want er wordt te veel weggegooid. Woorden van kunstenaar Magreta Moesnadi gisteren bij de opening van de expo De Creatieve Handen van Magreta. Deze tentoonstelling wordt door de stichting Smart in samenwerking met het Directoraat Cultuur georganiseerd. De stichting Vrouwen Creatief Suriname neemt ook deel aan deze expo. De vrouwen vervaardigen bijouterieën, terwijl Moesnadi kunstwerken uit krantenpapier en restmateriaal maakt. De opening is verricht door de Magreta Mousnadi en minister Lalini Gopal van Sport en Jeugdzaken. De voorzitter van Stichting Smart, Harriette Bolassing-Helstone, zegt dat de belangrijkste boodschappen die Mousnadi met deze expo geeft, te maken heeft met het milieu. Als wij plastic, karton, kranten, blikjes, noem maar op blijven gooien in de natuur, dat zal. Zullen we niet meer tot het groenste land behoren, maar tot een heel vuil land? En dat willen we niet. Suriname moeten we met z'n allen schoon houden. Zet hem om in iets bruiksbaar: zet hem om in een tas of in een lamp, noem maar op. En daar is mevrouw Moesnadi een groot voorbeeld van. Dat was Harjette Bolasing Helstone, voorzitter van Stichting Smart, bij de opening van de expo De Creatieve Handen van Margreta. De tentoonstelling duurt tot en met 12 mei en wordt gehouden in de Congreshal.